Welkom op het kanaal van Wat Eet Je Dan Wel. Mijn naam is Suzanne en ik ga vandaag een hele lekkere vegan lunch maken met iets wat ik onlangs echt heb ontdekt. Ik zit nu echt in mijn kikkererwtenwrap fase. En dat maak ik met kikkererwtenmeel. Super simpel en zo lekker. En ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Voor deze wraps gebruik ik kikkererwtenmeel. Ik heb een kilo zak gekocht in de Aziatische supermarkt. Dat is een stuk voordeliger omdat ik het zo vaak gebruik. En het is echt heel simpel. Je doet één deel kikkererwtenmeel en ik gebruik hiervoor een halve cup. Of gebruik wat je hebt, een kopje bijvoorbeeld. En dat doe ik in een kom. En dan voeg ik even zoveel water toe, dus ook een cup. En dat gaat erbij. En vervolgens kun je het op smaak brengen naar wens. Ik doe er wat knoflookpoeder in. En ik doe er wat zwarte peper in. En wat zout. En dan ga ik het goed mengen met een garde tot een egaal beslag. En deze hoeveelheid is trouwens ongeveer voor 2 wraps. De beslag is nu nog heel dun, dus ik zet het even 10 minuutjes apart, zodat het wat dikker gaat worden. En dan ga ik intussen de groenten snijden die ik erin wil hebben. Dit is echt ideaal om groenterestjes mee op te maken. Ik heb bijvoorbeeld nog wat spinazie wat echt op moet. Dat heb ik hier. En ik heb een wortel en die ga ik in sliertjes snijden met een julienne rasp. En deze heb ik gekocht bij de Dille en Camilla. Hij is echt super fijn. Al is het een kikkererwtenwrap, vind ik het nog lekker om er wat kikkererwten doorheen te doen. Ik ga het alleen even zeven, want het vocht in een blik kikkererwten, daar kun je echt van alles mee maken. En ik ga er straks kokosmacronen mee maken. En je kunt ieder merk gebruiken. Ik gebruik zelf deze, omdat deze heel goedkoop zijn en gewoon prima kikkererwten. En zo vang ik dus het vocht op van de kikkererwten. En dat bewaar ik in een bakje, afgesloten bakje in de koelkast, totdat ik het ga gebruiken. Kikkererwten spoel ik nog wel even af onder water. Ja, die gaat de koelkast in. En wat ik verder ga gebruiken, zijn tempehblokjes. En ik heb deze ontdekt. Deze kun je gewoon in de supermarkt kopen. Dit zijn niet echt tempehblokjes. Het is namelijk niet gemaakt van sojabonen, zoals waar dus tempeh van gemaakt wordt. Maar dit is gemaakt van witte bonen. Dus dat is ideaal als je een sojaallergie hebt of je wil gewoon wat minder soja eten, maar toch tempeh willen. Het ziet er helemaal uit als tempeh, maar het is dus gemaakt van sojabonen. Dus alternatief voor tempeh. Ik ga hier ongeveer de helft van bakken in een beetje olie. En dan ga ik nu een sausje maken. En ik heb hier een pot tahin. Die is bijna leeg. Trouwens echt mijn favoriete tahin. Tahin is sesampasta. En je hebt het in hele vaste vorm en in vloeibarere vorm. En dit is echt wel behoorlijk vloeibaar. Kun je in de meeste supermarkten kopen. Alleen hij is bijna op. En dan gaat alles dus naar de bodem. En dan wordt het één dikke pasta. Als die bijna op is, moet je hem gewoon zo in de koelkast laten. Dan kun je er nog wat misschien, kun je nog het meeste van uithalen. Maar ik heb gelukkig een nieuwe pot op voorraad. En doe ik er wat citroensap bij. En een klein beetje water om het te verdunnen. Verder gaat er ook avocado in. Daarvoor snij ik avocado in, maar niet helemaal tot aan de schil. En dan kun je het er zo met een lepel uithalen en heb je gelijk plakjes. En ik heb maar een halve avocado nodig. En als je die nou wil bewaren, dan moet je zorgen dat de pit erin blijft zitten. Dan wordt het heel minder bruin omdat je de pit eruit zou halen. Dan doe ik hem zo, doe ik hem terug in de koelkast en dan kun je hem echt nog wel een halve dag tot een dag bewaren. Ik heb nu ook de tempehblokjes gebakken. Oké, dan is het nu tijd om de wraps te bakken. Dat is echt heel simpel. Een klein beetje olie in de pan gedaan. En dat verspreidt met een bakwasje. De slag is wat dikker geworden en het lijkt nu op pannenkoekenbeslag. Olie is goed verhit in de pan. En dan laat je hem in het midden erin lopen. En dan ga je hem gelijk zo'n beetje draaien. Zodat hij uitloopt. Het is geen perfecte ronde wrap, maar maak er niet minder om. En wanneer de randen een beetje droog beginnen te worden en een beetje omhoog komen, dan is het tijd om hem om te draaien. En zo heb je dus 2 kikkererwtenwraps. Ik ga nu mijn wrap beleggen. En je kunt hem oprollen, maar ik vind het het lekkerst om hem als een soort pizza te eten. Dus doe vooral wat jij wil. Ik ga hem als eerste bestrijken met wat hummus. Je kunt hummus kiezen met een smaakje. Ik neem gewoon hummus naturel. En daaroverheen doe ik everything but the bagel seasoning. Dit is een heerlijke melange die ik uit Amerika meenam. En deze die je nu ziet heb ik nagemaakt. Ik zal het recept hieronder linken. Dit is zo lekker. Dit zijn sesamzaadjes, maanzaadjes, knoflook, ui. Een hele lekkere melange die hier heel goed bij smaakt. Dus
ik ga dit over de hummus strooien. Heel royaal, want ik ben er echt dol op. Zo lekker dit, echt waar. En dan ga ik er wat spinazie overheen doen. Ik haal altijd de steeltjes ervan af. Die vind ik zo naar in mijn mond. Hebben jullie dat ook? Soms zitten er zulke lange stelen aan. Dat vind ik zo niet lekker. En dan heb ik wat alfalfa. Dat is echt super gezond. En ook lekker. Het geeft een lekkere crunch. En de geraspte wortel. En de avocado. En natuurlijk de tempeh blokjes van witte bonen. En wat kikkererwten. En dan doe ik er als laatste wat tahin over. En omdat ik er echt heel dol op ben, nog wat extra everything but the bagel seasoning. Dit is echt, echt heel erg lekker. Hier ga ik echt van genieten. En wil je dit nou ook maken? Ik zal het recept ook uitschrijven op wateetjedanwel.nl. Dat zal ik hieronder linken. En ga je het maken? Laat het me weten. Vind ik leuk. Zo, lekker lunchtijd. En ik dacht, ik ga dit lekker opeten. Terwijl ik jullie bijpraat over hoe het gaat met de 75 Hard Challenge. Ik ben zo uit mijn hoofd eigenlijk alweer kwijt welke dag het is dat ik meedoe. En ik denk dat dat wel een goed teken is. Dat ik niet weet, ik zit op dag... Ik heb echt geen idee. Ik schat dag 22. Maar... Nee, ik zit er niet ver naast. Het is dag 24. Want ik hou dat helemaal bij op dat schema. Als je meer wil weten over de 75 Hard Challenge en waarom ik meedoe... Ik heb de video hieronder gelinkt. Ik ben al een tijdje bezig, zoals je kunt zien. Dit zijn allemaal dagen die geweest zijn. En iedere dag moet ik dus 5 dingen doen... Waaronder heel veel water drinken. 3,7 liter water per dag. En ik heb inmiddels ook, want ik moet iedere dag 10 pagina's uit een non-fictieboek lezen waar ik iets aan heb. En ik ben begonnen in dit boek. En dat heb ik inmiddels uit. En dat klopt ook wel, want het boek is ongeveer ruim 200 bladzijden. En 10 bladzijden per dag is 200. Dus ja, dat klopt wel. Zit op schema. Heel veel DM's. Wat vond je ervan? Lastig te zeggen in een paar woorden. Het heeft mij niet gegrepen, zeg maar. Ik heb het met moeite uitgelezen. Ik denk dat het aan de schrijfstijl lag. Ik vond het lastig. Ik vond hem te hard misschien. Of te hard, denk ik. Ik weet niet. Ik vond het geen sympathieke schrijfstijl. Op zich heb ik er wel wat aan gehad, maar het was niet het effect wat ik had gehoopt dat ik zou hebben. Maar dat heb ik tot nu toe, en ik ben nog maar heel kort in het boek bezig, wel met deze. Girl, Wash Your Face van Rachel Hollis. En dit boek heb ik in Amerika gekocht, alweer 2 jaar geleden. De eerste keer dat ik sinds lange tijd weer in Amerika ging, 2019. En ik ben nu op bladzijde 20, maar ik zit er helemaal in. Maar ik heb dit boek al eens gelezen, maar dan tot de helft ongeveer. Maar dit is echt meer mijn ding. Ik ben hier wel door gegrepen. Waar ik hier echt met tegenzin las, vind ik het echt leuk om te lezen. En ik denk dat dat ook gewoon per persoon verschilt. Ik heb ook DM's gehad van mensen die zeiden dat ze dit dat ze dit geen goed boek vonden. En deze juist wel. Bij mij is het dus andersom. Ik vind dit echt, vond ik echt taaie kost. En deze vind ik echt tot nu toe een aanrader. Ik word er helemaal geïnspireerd door haar sowieso. Door deze vrouw. Dus hier ben ik nu iedere dag 10 pagina's van aan het lezen. Alleen merk ik dat ik dat eigenlijk anders moet plannen. Want op de een of andere manier komt dat pas aan het eind van de dag, elke dag aan de beurt. Echt als ik eigenlijk heel moe ben en eigenlijk helemaal geen zin meer heb om te lezen. Eigenlijk zou ik dit in de ochtend moeten plannen, toch tussendoor. Of bijvoorbeeld nu als ik aan het lunchen ben of zo. Om toch die 10 pagina's te lezen. Ik denk dat ik het beter moet opnemen ook dan 's avonds laat als ik helemaal moe ben. En verder gaat het wel goed. Tot nu toe heb ik alles netjes volgehouden iedere dag. Iedere dag water drinken gaat me ook goed af. Soms wel met moeite, maar dan merk ik dat ik aan het eind van de dag... Als ik zie dat die gallon, je ziet hem daar op de achtergrond staan... Als die nog lang niet leeg is 's avonds, dan zorg ik dat ik een paar koppen thee drink. Want dat vind ik makkelijker drinken dan water dan op zo'n moment. En dan haal ik dat uit die gallon en daar zet ik dan thee van. Dus dat is ook water. Maar in principe drink ik gewoon volop water. En daar voel ik me echt goed bij. Ik moet nog wel de hele dag naar de wc. Dus dat is wel echt een nadeel, ook 's nachts. Dus dat is wel een reden waarom ik hier na de challenge niet mee door zou gaan. Wel wil ik water blijven drinken, veel. Maar niet meer 3,7 liter. Want ik merk dat ik 's nachts echt vaak eruit moet.
En dat is wel, wel vervelend. Maar verder loop ik iedere dag minimaal 2 keer 45 minuten. En ook met de regen en ook met de hitte. Met de hitte vond ik het heel lastig vorige week. Maar over het algemeen hou ik het wel goed vol. En ook met het eten, met brood en pasta, minder ik enorm. Ik ben nog steeds niet echt veel afgevallen. Maar ik zit wel lekker in mijn vel en dat is veel belangrijker. Maar ik heb nu dus de kikkererwten wraps ontdekt. Ik vind het echt super lekker en zo makkelijk om te maken. Gewoon kikkererwtenmeel, water en wat specerijen en klaar. En hier heb ik echt een feestje van gemaakt, een soort pizza idee. Want je kunt hem ook oprollen, maar dan had ik wel wat minder moeten beleggen. Maar ik eet hem dus als pizza en ik heb hem gisteren al gemaakt. Maar nu dacht ik, ik ga er gewoon een video ook van maken. Zo lekker dit. Mmm. Dus ja, elke dag ga ik erop uit. Ik ben vandaag nog niet gegaan. Het is nu 3:15. Het is middags. Normaal probeer ik het 's ochtends 1 keer te gaan, 45 minuten. En dan voor of na het eten 's avonds. Maar ik verwachtte vandaag een pakketje en daardoor kon ik niet weg. En dat is net pas bezorgd. Dus ik ga zo nog wat dingen doen achter de computer. En dan ga ik toch mijn eerste keer 45 minuten wandelen. En dan... Ik denk na het eten vanavond weer. Ik merk nog niet echt veel verschil. En ik zie ook nog niet echt verschil als ik de progress foto's bekijk. Want ik moet dus iedere dag, doe ik 's avonds een foto van mezelf maken. En dat is omdat je dan kan zien de transformatie zeg maar van je lichaam. Maar ik zie eigenlijk helemaal geen verschil. Na 24 dagen. Misschien doe ik iets verkeerd, geen idee. Maar ik vind het ook niet zo heel erg. Ik vind het belangrijkste dat ik weer fit ben. Fitter wordt. Ik merk dat ik wel een stuk fitter ben. Dat ik dat rondje 45 minuten echt zonder moeite doe nu. En het is echt fijn om buiten te lopen. Gewoon je gedachten gewoon helemaal op nul. Ja, dat is gewoon fijn. Dat wil ik er ook echt proberen in te houden. Of 2 keer per dag, denk ik niet. Gewoon minimaal 1 keer per dag. Ik ga hier zeker dingen van meenemen na deze challenge. Alle smaken passen zo goed bij elkaar. En die tempeh is ook echt lekker hoor. En waar gaat het boek eigenlijk over? Nou, eigenlijk ontrafelt zij een aantal leugens die je zelf continu vertelt. Even kijken hoor. Ja, dit boek bevat 20 hoofdstukken. En ieder hoofdstuk bevat een leugen die jij jezelf misschien, of misschien niet, maar die jij jezelf kunt vertellen. En wat dat met je doet en wat je daaraan kan doen. Dus het eerste hoofdstuk is something else will make me happy. Dus als je iets bereikt hebt, dan word je gelukkig. En dat is dus vaak niet zo, want dan heb je het en dan ben je niet gelukkig, maar dan ga je alweer naar het volgende verlangen. Dus of the lie I'll start tomorrow, dat soort leugens die je zelf vertelt. Of ik ben niet goed genoeg of zo. En dat soort, ja, ik vind het heel goed geschreven ook. En dat heeft me echt gegrepen. Tot nu toe. En ik zit er helemaal in. En ik kreeg trouwens ook een vraag van waarom lees je de boeken in het Engels? Ik heb sowieso wel een fascinatie voor Engelse taal. Ik lees graag in het Engels, maar ik lees vooral in het Engels als de auteur van origine Engelstalig is. Dus uit Amerika of Australië of Engeland. En dat is in dit geval dus allebei Amerikanen. En dan lees ik het echt het liefst gewoon in de moedertaal van die persoon. Omdat vertalingen zijn vaak lastig en dit leest niet lekker. En ik ben gewoon benieuwd hoe die persoon het zelf heeft geschreven, dus niet vertaald. Dus dat is eigenlijk de reden. Tot zover de update. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ga jij die wraps ook maken? Laat het zeker weten in de comments. Is er iets wat jij zou willen zien hier op YouTube op mijn kanaal? Laat het me ook weten. Ik heb veel ideeën, maar ik zou het super leuk vinden om ook van jou terug te horen wat je zou willen zien. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!